Enzo Leijnse heeft de vierde fase van de tournee van Olympia gewonnen. De Nederlander Team DSM Ontwikkeling was in finale ontsnapt met Magnus Bakklaris en reed weg van de Deen in laatste kilometers, iets minder dan 50 seconden het duo en eindigde als derde. Op voorlaatste dag de tournee van Olympia reden renners Nede naar Tiel. De 161,3 kilometer was bijna plat, maar de wind was weer. Incent Hopkezak en Maarten Vierhout waren er niet bang voor en kozen na slechts 20 kilometer voor de aanval. Later Tom Poortsmet en Lore van de Wijnkelen zouden ook de verbinding maken. Intussentijd bleef rusteloos achter Vier, omdat het spel met wind, peloton in verschillende stukken brak, hoewel groep later weer groeide. Uiteindelijk werden de aanvallers weer ingeslikt, waarna het spel opnieuw kon beginnen. We zagen een versnelling door Jelle Johannink op de postbank. Ablok CT Rijden ontving bedrijf van Thomas Kopek en Nick van der Meer iets later, maar hun poging zou niet veel later worden gestrand. Enzo Leijnse en Magnus Bakklaris halverwege het spel werd het peloton opnieuw in twee stukken gebroken. Van het eerste peloton, dat uit ongeveer 50 renners bestond, reden twee renners uiteindelijk weg, Enzo Leijnse en Magnus Bakklaris. Het duo fietste een minuut en 15 seconden samen, dus Klaris Bak deelt vrijwel aandeel in de leiding. De Deen begon de dag met precies het tekort aan leider Emil Vignebo. Leijnen was al in meer dan 7 minuten en ging vol voor de dagwinst. Met nog 3 kilometer te gaan, viel de Nederlander aan. Leijnse sloeg een gat met Magnus Bakklaris en slaagde erin dat te behouden. Met 5 seconden voor zijn collega, vluchteling, overschreed hij de lijn. Art Klaris maakte een grote sprong in de ranglijst, maar zijn landgenoot Vignebo bleef in de leiding. De peloton, waar Mritty Pluto de sprint won, kwam terug op ongeveer 50 seconden in de finale.